15 wandelingen in het Hagelandse Haspengouw. En daar heb ik er vandaag eentje voor jullie uitgekozen. De Zevenbronnenwandeling start hier aan het prachtige kerkje van Walsbeth en neemt je mee over de uitgestrekte velden van Lande. Deze wandeling geeft je bijna 10 kilometer lang de tijd om je zinnen te verzetten. Dwars door de wijde natuur stap je van Walsbeth naar Wezeren en Walshouten. En hier en daar kan je ook iets bijleren. Zo weet George bijvoorbeeld alles over de tumulus van Walsbeth. Hey, dag George. Goedendag. Hoi Wouter. Zeg, wat is hier achter ons? Ja, dat noemt men een tombe uiteindelijk in de volksmond, maar dat is eigenlijk een Romeinse grafheuvel. Dus hier ligt een Romein begraven dan? Ja, hier ligt dus een Romein begraven, tenminste de assen van de Romein, dus een urne. Het was dus de gewoonte, ging er verder door, dus ongeveer 1,5 kilometer in de richting van het westen, het zuidwesten, is er een grote Romeinse villa, die men genoemd heeft Hemelrijk, opgegraven. De gewone Romein werd natuurlijk ook onder een aarde bedolven, maar hier was dus de bedoeling dat er dus een grote hoop was. Misschien dat die doden nog moest kunnen uitkijken over zijn domein, want je kunt van daaruit heel goed zien. Aan mijn rechterkant hebt u uiteraard dus een uitzicht op de Kuip van Lande, de Foon van Lande, het eigenlijke Lande zelf, de kern van Lande. Als je dan meer in die richting gaat, hebt u dus, de parochie Sint-Norbertus. Je kunt daar de Sint-Norbertuskerk zien. Dan vervolgen naar Walsbeth. Eigenlijk, hè, waar dus die villa dan Hemelrijk is opgegraven. Het mooie kerk, het prachtige kerkje Sint-Jans, de Doperkerkje van Walsbeth. Een deel van de Zevenbronnenwandeling is ook toegankelijk voor mensen met een beperking. Zowel de parkeerplaatsen, de bewegwijzering als de rustbanken zijn aangepast voor rolstoelgebruikers. Lucie, Yvonne en Blanche van woonzorgcentrum Oorlijk in Lande zijn de testpersonen van dienst. Dat is een goed stukje, hè? Goed terug te gaan. Wat is jou daaraan opgevallen? Wat vond je daar zo mooi aan? De natuur. Het graan, dat al zo hoog was, dat ik niet verwacht had. Al wat je ziet is graan en tarwe en een heleboel. Echt goed. Je hebt al heel je leven hier in de streek gewoond. Ja, mijn hele leven. Waarom zouden wandelaars naar hier moeten komen om hier te komen wandelen? Dat hier platter is. En dat is veel gemakkelijker tegen in de dingen, de Ardennen. Dat is niet zo plezant. Hè. Wil je de omgeving van Lande eens met je eigen ogen en voeten ontdekken? Neem dan contact op met Toerisme Vlaams-Brabant of met de toeristische dienst van de stad Lande.